Nee, jij mag het niet hebben gedaan. Dat is een keer een FB. Maar ze hebben wel een keer. Ik ben even uit de de startstorm, de G-sporters, de stelletje kampioenen! En we zien daar meteen ook het club nummer 12 van de snelste van het startkaan. 1 minuut voor de start, met dus 10 rondjes af te leggen. Dus hier maximaal klaarmaken voor de start. Ik heb verlengkabels genoeg, hè? En we zien daar meteen ook het groep nummer 12 van de snelste van het Silke Bastiaanse, meteen een snelle start genomen, net als 10 rondjes af te leggen. Het peloton reeds in verschillende stukken gebroken, en dus nog 9 ronden af te leggen. Hier aan de aankomstlijn, dus nog 9 ronden. En we zien daar aan het commando de man op de tandem, Sam en Perry Meegens. We zien ook terug nummer 11, en dat is Traian Mugheren. Krijgen we hier nog een tandem. De mannen met de rug nummer 18, en dat is Marco Pullings. De mobiele winners, de rug nummer 6, Peter Jaan. En dus nog 9 ronden af te leggen. Dat is de rug nummer 25, Patrick Timmers. Die hier de rug nummer 20, Hans Lachen. Ook bij de meisjes, nummer 13, Anne Broos. En dan laat ik het peloton. Ze doen dus allemaal nog 9 rondjes af te leggen. Verschillende stukken gebroken en dus nog 9 ronden af te leggen hier aan de aankomstlijn, dus nog 9 ronden. En we zien daar aan het commando de man op de tandem, Sven en Perry Meegens. We zien ook terug nummer 11 en dat is Brian Mugheren. En we hier nog een tandem. De mannen met de rug nummer 18. En dat is Marco de Leest. En nog enkele renners. Ook weer terug nummer 6. Peter Jan. En dus nog 9 ronden af te leggen. Als ook voor de rug nummer 25. Patrick Timmers. Zien we hier. De doortocht van de rug nummer 20, Frans Lachy. Ook bij de meisjes, de rug nummer 15, Anne Broos. En een langgerekt peloton. Ik zet in de stand nog 9 rondjes af te leggen. Nog 9 ronden. Giovanni van Herbergen, als ook van de nummer 35, dat is David Tiest. En ook nog de doortocht van de man met het nummer 1, Rob Nikazin. En ook het nummer 31,
Bart Wouters. Het is nog 9 ronden af te leggen. De doortocht van het nummer 30, Maarten Vos. Vergrokkeld deze kopgroep. En we zien nog steeds de tandem aan het commando. Moesteren, dat zijn de mannen. Tussen de doortocht van het eerste meisje, Silke Bastiaanse. En hier hebben we ook het nummer 18, Marco Dillink. En dan vervolgens de doortocht van het nummer 20, Frans Joachim, met de 8 ronde af te leggen. En nog 8 ronden ook voor de 21, Peter Vlaanen. En dan hier de doortocht van de nummer 24, Dries van Geel. Ons ook van de nummer 15, tweede meisje van Roos. En dan ook de nummer 16, Marie van Geel. En de nummer 14, Tamara Segers, de meisjes dus allemaal gegroepeerd. Buiten Silke Bastiaanse. Deze kopgroep. We zien nog steeds de tandem aan het commando. In de voorste gelederen zijn we de Sun en Perry Meegens. De tandem. Vervolgens ook Kevin Wester. Zijn we ook Brian. Tussen de doortocht van het eerste meisje, Silke Bastiaanse. En hier hoekjes af te leggen. Zijn we er ook het rug nummer 18. Koffie. En nog 8 ronden ook voor het nummer 21, Peter Vlaanen. En dan hier de doortocht van het nummer 24, Dries van Geel. Als ook van het nummer 15, de tweede meisje Ambroos. Maar ook het nummer 16, Marie van Geel. Buiten Silke Bastiaanse. Dat is wederom onze kopgroep met nog 7 ronden af te leggen. En we zijn er dan vooraan. Nog steeds onze tandem met de rug nummers 3, Sven en Perry Meegens. In de kopgroep ook het rug nummer 5, Kevin Wester. Vervolgens ook het rug nummer 11, Brian Nuchteren. En dan met het rug nummer 10, Sjaan Hamers. Dus ook nog 7 ronden voor die drietal. En hier ook de doortocht van rug nummer 8. Dat was Marijn van Olmen. Dus ook nog 7 ronden af te leggen. Als ook nog 7 ronden voor. Het is ook een achtervolgend groepje met nog 7 ronden af te leggen. Met daar het rug nummer 12. Dus ook nog 7 ronden voor met het rug nummer 6, Peter Jaan. En vervolgens ook het rug nummer 20, met 7 ronden. Ja.
Wachten! Voor! Laat aan, Walter! Nooit laten aan! Ze vallen stil! Je moet er niet bij! Voor hem! Nog steeds onze tandem met de rugnummers 3, Sven en Perry Megens. In de kopgroep ook het rugnummer 5, Kevin Wester. Vervolgens ook het rugnummer 11, Brian Nuchteren. En dan met het rugnummer 10, Sjaan Hamers. Dat zijn de mannen daar vooraan in de wedstrijd met nog 7 ronden af te leggen. Voor dit drietal onder de leiding van Sam Jacobs. Nog 7 ronden. Van het rugnummer 8. En dat was Marijn van Olden. Pas ook nog 7 ronden voor Maarten Vos. Die reeds gedoverd werd. Morgen groepen met nog 7 ronden af te leggen. Met dan het rugnummer 12. Dat is het meisje Silke Bastiaanse. Die daar de leiding neemt met nog 7 ronden af te leggen. Kom aan, we pakken jongens. Rian. En vervolgens ook het rugnummer 20, nog 7 ronden voor Frans Lachy. En hij hoort dus ook de doortocht van het meisje Marijke van Looy, nummer 13. Dus ook de doortocht met nog 7 ronden af te leggen van Patrick Timmers. En ondertussen Perry Megens. En op nummer 5 hadden we Kevin Wester. Kan met een Brian Nuchteren. Dat zijn de mannen nog steeds met z'n vieren tezamen op 6 ronden van het einde. Vervolgens hier ook nog de doortocht met nog 6 ronden. Meerdere deelnemers, onze G-sporters, die een doortocht maken met nog 6 ronden af te leggen voor de man met de druk nummer 1, op Nikazi. En hier nog een groepje. En ook zij dienen dus nog 6 ronden af te leggen. Met aan de commando's aan de druk nummer 32. Dat is Jos Verboven. Het is nog. En ondertussen hier onze kotopers. Nog steeds met z'n vieren tezamen. En dus op 6 ronden afgelopen. En dat zijn nog steeds de Muurs en Brian Nuchteren. Dat zijn de mannen nog steeds met z'n vieren tezamen op 6 ronden van het einde. Tussen ook de doortocht van het rugnummer 19, Karin Gova, op Nikazi. Krijgen we hier nog een commando, zagen we daar het rugnummer 32. Was Jos Verboven. Het is nog 6 ronden af te leggen, ook voor het rugnummer 23. Maar waar hebben we dus nog alles bij? Ja, we zijn nog een hier onze kopgroep, nog steeds met z'n vieren tezamen. Thank you.
Van onze drie achtervolgers. Dat is dan wel een kuddeboekrenner bijna. Hier onze koproep. Dat zijn onze mannen aan het commando. Het is nog vijf ronden af te leggen bij onze G-sporters. Dus half wedstrijd. Ondertussen de doortocht van Maarten Vos. Dat is geduldig. Vervolgens hier de doortocht. En ondertussen de doortocht van de terug nummer 28. We zijn in de zesde plaats, Otto de Vriend. En dus voor alle deelnemers, als ze er zijn, om de juiste G-sporters op de juiste plaats te zetten met de gedubbelde renners. Met daar wel rekening gehouden worden. Ondertussen ook de doortocht van Sam Jacobs. Ook terug nummer 16 bij de meisjeszijde van Geel. En dus nog vijf ronden af te leggen. Tussen de doortocht van Karin Hovaerts. Mama, regen, fietsen! Regen, fietsen! Ondertussen. En nog steeds met z'n vieren, met nog vier ronden af te leggen voor de mannen aan het commando. Met het terug nummer 11 Brian Nuchteren, met het terug nummer 10 Jan Hamers, met het terug nummer 5 Kevin Wester en met het terug nummer 3 de Tanden. Het is ook nog vier ronden af te leggen hier voor de mannen die reeds schuddeld zijn, dus nog vier ronden. We krijgen dan de doortocht van onze vijfde man in de wedstrijd,
met het rugnummer 26 is dat die nu een doortocht maken, dus nog 4 ronden af te leggen. Dus hier krijgen we de man met het rugnummer 28, Otto de Vriend, die als 6e in de wedstrijd ronden af te leggen. Dus voor alle G-sporters, dus nog 4 ronden af te leggen. En dan zullen we 4 ronden op al deze achtervolgers. 4 ronden. Met het rug nummer 21, dat is Peter Laanen. In de rechterlijn richting aankomst. En bij de vorige doortocht hadden we nog steeds onze 4 koppel. En dus nog 3 ronden af te leggen, nog 3 ronden voor onze mannen aan het commando. Hier de tandem, met de rugnummers 3 en 5. En dus vervolgens de rugnummers 11 en 10. Dus kopgroep in 2 gebroken, dus aan het commando de tandem Stijn Wegens. Met het gezelschap Kevin Wester. Vandaag toch wel de snelste, ook in de tijdrit. Vandaag ook in de rit in Wijnweden. En we hebben nog steeds 2 koplopers en dan 2 achtervolgers op een 50-tal meter. Met nog 2 rondjes af te leggen, nog 2 rondjes voor de mannen aan het commando, met het rugnummer 3 Sven en Perry Wegens en met het rugnummer 5 Kevin Wester. Dat zijn de mannen die hier de leiding nemen bij onze G-sporters. Krijgen we vervolgens hier voor de 3e en de 4e plaats de rugnummers 11 en 10 Brian Luchteren in het gezelschap van Jan Hamers. Dus we hebben 4 renners in dezelfde ronde momenteel. Dat is het nummer 26 van de 5e plaats. Dus ook voor de gedubbelde renners, dus nog 2 rondjes af te leggen. 2 rondjes. Thank you.
Ondertussen hier de draagtocht gaan natuurlijk nog twee ronden af te leggen. Twee ronden met dit groepje. Met de 19, de kopjes. Opzij die intussen nog twee ronden af te leggen. En ondertussen ook de doortocht van Tamara Segers. Er zijn nog twee ronden. Om onze wedstrijdmotto aan de leiding met die zes polvons, twee koplopers. Dat zijn nog steeds rug nummers 3 en 5. Dus de tanden tegen het rug nummer 5 in het westen. Het is meteen de laatste ronde voor deze mannen. Met daar aan het commando spelen Perry Wegens. En met in zijn spoor getrokken nummer 5 Kevin Wester. Dus laatste ronde. Dat zijn John Hamers en Brian Nuchteren. Dus laatste ronde. Podium verwacht dan. Zij zullen dan straks ook een Natura-prijs overhandigd krijgen. Dus straks na de wedstrijd alle G-sporters. En voor dit groepje achtervolgers dus nog één ronde af te leggen. Voor de man met het groep in de zin. Dan krijgen we hier meteen de laatste ronde voor de kleinste man in de wedstrijd, Martijn van Gerichte. En ondertussen ook de grote van het nummer 28. En op de zesde plaats op de auto van Martijn van Gerichte. Gisteren al zoeken, dan moeten we gaan wat optreden. En op de grote van het nummer 28. En op de zesde plaats op de auto van en meteen op zijn laatste ronde ingaat. En dan krijgen we nu de aankomst van onze koplopers. We hebben hier al de wedstrijdmotto en de spurt van ver ingezet. En het zal vermoedelijk het rug nummer 5 zijn die de wedstrijd gaat winnen. Met een kleine voorsprong op de tanden met het rug nummer 5. Het is al vermoedelijk het rug nummer 5 zijn die de wedstrijd gaat winnen. Met het rug nummer 3. Dus de overwinnaar Kevin Wester die het in de schuurt haalde van Sam en Perry Wegens. Voor de derde plaats, de nummer 10. En dan schuurde het rug nummer 11. Dus als zette Jan Hamers, passeerde Brian Nuchteren. Ondertussen ook alle gedubbelde renners aan ons. En de rug nummer 7, Tom van Hoof, het gezelschap van Peter Jan. Maar we wachten dan op de vijfde en de zesde man in dezelfde ronde. En dat is dan ook de aankomst van de nummer 4. We hebben de aankomst van de nummer 4. Vandaag bij onze G-sporters. De mensen van Wielerbond Vlaanderen. Ja, dan echt in de zoek naar zo'n snijs, hè? De klasseren tussen de aankomst van de vijfde plaats. Er zijn geen mensen meer, dat kan ik niet mee. Ik heb het ook nu. Ik heb er geen goed zin meer. Nee, zonder molen nog.
Zo, ik heb geen goed gevoel. Dan moeten we nog die mouwen aan, dan moeten we wel. Ik kan een dag ergens uit kaffe drinken. Alle bent weken. Dat is deze bieter, en ik denk, oh joh, ik kan niet. Dat is goed weekend, nee, want ik moet nergens. Zij hebben dus aankomsten maken. 17 en zo van het nummer 1 en 2 tegen. Dat zijn Els Broos, Ann Broos en Peter Lane. Dat zijn ook een aankomst gemaakt. Hier worden tussen met de aankomst van jawel. En dan. Dat is alleen nog weer, hè? We hebben wel die soepel dat lijken. Ja, de vierde zijn in de wedstrijd. Hier worden tussen met de aankomst van. Eerste lijstje, met de nummer 12, Silke Bastiaanse. Silke Aankonsen, met de nummer 32. Het zijn 13 lijn. En dus straks worden alle geestsporters na de wedstrijd verwacht aan het podium. Hier voor de aankomstlijn. Gaan ze mogen nemen. Ondertussen ook de aankomst van het nummer 31, Wartman Tuss. En dan nu de aankomst van het nummer 1, Mika Zee. Rappen is ook weg aan het lijn, zeg. Ja, toch. En dan krijgen we nu de aankomst van het nummer 13, Wartman Tuss. Je kan zo wat plots, hè? Zie me op. Eerste noot, wat is zo bij je? Kom hangen. Hop, die hand vast, ik wou bouwen. Ja, dat kan je zien, zo, hè? We zouden beginnen wel wat meer gaan zien. Nog wat? Zeg, zet nog een bronzen moe. Dat begint zo'n beetje. Ja, maar dat moet, ja. Doe we lachen, hè? Doe we allemaal lachen, hè? Sexy!